Met Kostas Lamproe dus, die wint met Feyenoord met 2-0. En jij moet denk ik een blij mens zijn na deze avond, of niet? Zeker weten. Is echt ongelooflijk. Ik heb gewoon genoten van de sfeer zeker. En ik ben gewoon daarmee echt blij. Mijn debuut gemaakt, 0 gehouden en 2-0 gewonnen. Uitstekend, echt een mooi gevoel. Was je gespannen van tevoren? Dat kan ik me namelijk zo goed voorstellen. Ja, een beetje spanning had ik wel, vind ik. Ik vond het zelf best wel logisch. Maar ja, uiteindelijk, na zeg maar de eerste minuten, 10 minuten, kwartiertje, ging het steeds beter. Ik werd zelf rustiger. En uiteindelijk is het goed gekomen. En dan krijg je een paar lekkere ballen waardoor jij goed kan inkomen vanavond. Een paar goede hoge ballen waar je lekker bij zat. Ja, dat is eigenlijk dat is wel waar. Zeker waren een paar goede ballen die je eigenlijk als keeper krijgt, kan ik ze zelf vertrouwen. Maar ja, eigenlijk met dit soort wedstrijden, ik vind zelf dat is best wel moeilijk om te keepen. Niet omdat je bijvoorbeeld, meestal van die mensen denken dat het moeilijk is als je echt een moeilijk bal gaat pakken. Maar je hebt niet veel te doen, dus je moet constant 100% focus blijven, 90 minuten lang. En dat is gewoon de moeilijkste. Het was een rommelige wedstrijd, hè? Wat zei Koeman in de rust tegen jullie? De trainer heeft gewoon doorgegeven dat we meer rust moeten hebben en zeg maar de zijkanten gaat zoeken als dat mogelijk is. Achterin vind ik, we hebben niet te veel weggegeven, maar inderdaad hadden we best wel veel tweede ballen kwijtgeraakt en ja, daar moesten we meer fel zijn, vind ik. Ja, het gekke was ook, vond ik, dat de vroege goal in de tweede helft niet voor rust zorgde, helaas. Dat ben ik eigenlijk moeilijk tegen gaan doen. Ja. Voor jou kon deze avond natuurlijk helemaal nooit meer stuk. Je debuteert in de Eredivisie en ik praat over onrustig voetbal. Waar gaat dit over? Nee, maar ja, dat maakt niet uit. Is gewoon logisch. Nou, ik dacht ook dat we wou graag eigenlijk druk vooruit zetten. Ja, het is niet echt gelukt, maar uiteindelijk achterin vind ik dat we best wel rustig waren. We hebben achterin hebben we gewoon de wedstrijd gecontroleerd en hebben we aardig, ja, een paar momenten dat we goed hebben voetbal en de rest was gewoon wat u zei best wel rommelig. Wij spraken vanavond met Pim Doesburg in de uitzending, die ken je natuurlijk. En die zei tegen ons, ik vind dat Kostas Lamproe meer talent heeft dan Erwin Mulder. En hij zou wel eens een betere keeper kunnen worden. Wat vind je van die uitspraak? Ja. Gaan we een bos bloemen brengen en zo gelijk of niet? Nou, dat zou ik echt niet weten. Erwin heeft uitstekend gedaan. Hij heeft gewoon echt, vind ik, uitstekend gedaan. En hij heeft zeg maar een paar voordelen dat ik niet heb en waarschijnlijk ik een paar voordelen dat hij niet heeft, zeg maar. En ja, zo is het eigenlijk. Ik ga niet zeggen als ik beter ben dan Erwin, dat ga ik echt niet doen. Hey, nog één ding, er was de laatste weken, was er af en toe wat gedoe rondom jou. Hè? In Kiev was je een keer te laat, in Praag is iets dergelijks gebeurd, waar de Koeman je een aantal keren niet als tweede, maar als derde keeper heeft meegenomen. Wat was dat nou? Dat was gewoon terecht van de trainer. We waren echt slechte, paar, ik ga gewoon noemen slechte weken. Ik hou van op tijd komen, altijd prof zijn, mijn best doen op veld, mijn gedrag hoort erbij. En het waren echt eigenlijk twee minder momenten van mij. Ik weet niet waarom, ik was gewoon niet echt geconcentreerd, vond ik. En ja, mijn excuus is daarin. Ik wil eigenlijk niet dingen in de ploeg, negatieve dingen in de ploeg brengen. En gelukkig nu is... Het is je vergeven na vanavond. Ja, hoop ik dan wel. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.